Hans, zou je kunnen zeggen dat weerstand een bepaalde inhoud heeft? Net zoals vreugde ook een bepaalde inhoud heeft. Maar weerstand is een heel ander inhoud dan vreugde. Als we tegelijkertijd van dezelfde... Wat bedoel je met inhoud? Of daar een bepaalde hoeveelheid in zit aan gevoelens, emoties of zoiets. Ja, je zou kunnen zeggen dat het energievormen zijn. Ja. Maar energievormen kunnen ook verschillen. Zeker, en ook in intensiteit. En soms zijn ze adequaat, zou je kunnen zeggen, en soms niet. Ze kunnen bijvoorbeeld over weerstand niet zeggen dat die altijd verkeerd is. Nee, maar het zou me ook kunnen voorstellen dus dat de inhoud bijvoorbeeld van de weerstand die hier is, ook weer anders is als de weerstand van iemand anders. Uiteraard. En tegelijkertijd zou er ook een overeenkomst kunnen zijn, dus dat de basis van weerstand hetzelfde is. Als je twee mensen zou hebben die min of meer een gelijke aard hebben, whatever that may be, zullen ze waarschijnlijk weerstand tegen hetzelfde hebben en blij worden van hetzelfde ongeveer. Mm. En bij een ander roept dat geval dan geen weerstand op. Dat is dus mogelijk. Maar je zou dus niet kunnen zeggen dat weerstand A, B, C en D is? Hangt van het individu af. En heel veel, voor een deel zijn dingen gewoon natuurlijk, zou je kunnen zeggen. Dus horend bij biologisch organisme, mens bijvoorbeeld. Maar je hebt ook nog de hele culturele imprint, waardoor er meer weerstand is tegen dit en minder tegen dat. Dus heel veel daarvan is ook aangeleerd. En aannames, et cetera, hè? Ja, dus in die zin kunnen ze een inhoud hebben in de zin van een achtergrond. Ja. Ik heb weerstand tegen dit omdat ik daarin geloof of daaraan hecht. Ja, maar waarschijnlijk heeft weerstand ook een stukje te maken met de weg die we gaan en waarin we dingen tegenkomen. Ja, en gewoon het leven zelf. Ja. Want hoe we ook in elkaar zitten en hoe ontwikkeld we ook zijn, er zullen altijd situaties zijn die ons uitdagen. Die tegen ons aanduwen en dus weerstand op kunnen roepen of een bepaalde handeling vergen. Maar als we geen weerstand hebben, dan kunnen we ook niet groeien, hè? Nee, en iemand totaal zonder weerstand is waarschijnlijk binnen een maand dood. Ja. En we weten al dat als mensen te vriendelijk zijn, dat er over ze heen gelopen wordt. Dus bij weerstand, gezonde weerstand, hoort ook het vermogen om nee te kunnen zeggen. Of nu stoppen. Ja, wie dat niet doet, die is prooi. Het is alleen vervolgens van er kan weerstand zijn naar iets. Hoe snel kan je het weer laten varen? Dus blijf je daarin hangen. Dat heeft dan wel weer te maken met hoe ontwikkeld of vrij we zijn. En dus er kan een heel sterke puls komen om ergens nee tegen te zeggen en dan daarna kan het weer vervloeien. Dan is de boel weer open. Dus de vraag is eigenlijk, hoe gaan we daarmee om? Ja, en dus in de zin van, hoe lang blijven we in iets hangen? Dat erin blijven hangen, heeft dat ook te maken met onze achtergrond? Sure. Ja. En dus de mate van volwassenheid, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus want ik zou me kunnen voorstellen dat je als je jonger bent, dat je wel of niet langer in de weerstand kunt blijven. Of misschien is het wel ook wel tenzij er echt een getraumatiseerd iets bezig is, zie je over het algemeen bij kinderen dat ze dingen vrij makkelijk laten varen weer. Ja. Tenzij de intensiteit zo groot wordt dat het get stuck in the system, dan zou je dat een trauma kunnen noemen. En dan gaat dat doorwerken in het hele systeem en allerlei ontregelingen komen daaruit voort. Eigenlijk is vreugde precies hetzelfde. Of... Ja,
Hoewel dat over het algemeen wat minder traumatisch is. Ja. Ja. Daar hebben we waarschijnlijk meer handvaten. Nou ja, in die zin van, ik kom zelden mensen tegen in mijn praktijk die zeggen van, joh, ik ben nou al 3 weken gelukkig, hoe kom ik hier vanaf? Dat zegt bijna niemand. Dus ik geloof dat we dat soort gevoelens vrij makkelijk kunnen toelaten en ook weer laten gaan, zeg maar. Het is misschien maar goed, anders had je geen praktijk. Ja, of moest ik daar ook nog mee dealen? Dan dingen gaan zeggen zodat ze weer eens eindelijk ongelukkig waren. Wat ook interessant zou zijn. Ja, dat is de andere kant. Hè? Ik ben zo gelukkig. Oh, wacht maar, ga wel over. Gezegd, toen hadden we het er al over, om gewoon je weerstand te voelen. En daar wat, dat heb ik dus regelmatig gedaan. En dat blijft dan een beetje daarbij hangen. Ik merk dat ik daar dan hoop dat er iets mee gebeurt. Dat daar, weet ik veel, dat het ontspant of dat er een inzicht komt of dat er een catharsis komt, weet ik veel wat, maar er gebeurt eigenlijk niks. Soms ontspannen een heel klein beetje. Het punt is van dat het anders willen hebben dan het is, dat is de weerstand. En dat besef ik op dat moment ook. Ik zie dat, ik snap dat. En dan toch is het dan ook. Ja. Is het wordt wel gesnapt hier, maar... Dus moet er een andere weg gevonden worden. Mm-hmm. Want als ik weerstand ga voelen vanuit weerstand, dan gaat er inderdaad weinig gebeuren. Mm. En dus dan kom ik weer met mijn zeurwoordje nieuwsgierigheid of interesse. Mm. Er is dan geen echte nieuwsgierigheid in wat de weerstand is of hoe dat beweegt, maar ik wil er alleen maar vanaf. Mm. En dat gaat niet gebeuren. Hmm. Ja, de ja, wat is echt de interesse? Echte interesse, dat is vrij simpel in deze context, is als er dus niet de overheersende neiging is om mijn zin te willen hebben. Hmm. Want anders is mijn zin krijgen de echte interesse. Mm-hmm. Maar ik wilde weten wat weerstand is, of waartegen die weerstand is, of wat ik daarvan verwacht, of misschien zelfs waarin die weerstand beweegt. Mm-hmm. Nog is er iets wat het dan inderdaad blijkbaar toch niet goed genoeg vindt, of niet interessant genoeg vindt, of... In hoeverre is die weerstand dusdanig dat het belemmerend werkt? Of is het gewoon iets wat gevoeld wordt en dat je desondanks de dingen kan doen? Dus het is, ik weet niet dat er niks gebeurt, maar het is inderdaad belemmerend in die zin dat gewoon alles trager gaat. En Totdat er misschien iets ontstaat, want dat is een andere mogelijkheid van oké, er is iets wat gebeuren moet. En ik voel daar weerstand tegen en dan ga ik daar dus uren over doen voordat ik het ga doen. Je kunt ook op een gegeven moment zeggen, ik weet nu dat dit zo werkt. Mm. Fuck it, ik doe het gewoon meteen. Ja. Dat is ook een optie. Mm. En dan kan er ook iets in de weerstand mogelijk gaan draaien ten opzichte van de dingen die dan gedaan moeten worden. Mm. Wat vaak te maken heeft met een op een dieper niveau een soort nee. Mm. Gewoon nee tegen het leven zelf. Dat probeer ik uiteraard ook. Hè? Dus inderdaad, je komt in weerstand en je denkt van dat ga ik gewoon doen. En dan merk ik toch dat lukt wel eens, maar ook vaak niet. Terwijl je heel goed weet van stel niks voor, doe dat gewoon. En dan nog. Nou doet hij het niet, terwijl je zo goed ziet en weet wat er aan de hand is en wat speelt. En dan toch
dat ik dan wel zeg van oké, dan moet ik die weerstand ervan laten zijn, maar dan zien we wel wanneer dat het gebeurt van blijkbaar. Ja, maar ik snap het, maar desondanks zijn we dan bezig met in feite toegefelijk zijn naar die weerstand en naar dat nee. En daarmee houden we hem in stand. Mm-hmm. En er zal iets, als een verandering gewenst wordt, iets anders mee moeten. Mm-hmm. En als er dus op een dieper niveau een nee tegen het leven zit, dan zal zich dat uiten in allerlei kleine neetjes naar taken of interacties of whatever. Maar het zit veel dieper. Het gaat helemaal niet over die weerstand tegen de handeling. Maar ik wil gewoon niet leven. Ja, fijn. Dan moeten we daar naartoe. Want de loop ontstaat anders van dat we eigenlijk iedere taak of handeling, even zwart-wit gesproken, vervelend gaan vinden. En op een bepaalde laag in ons systeem wordt dat vertaald, zie je wel, het leven is vervelend. Ja. Dus zo zitten we de hele tijd, om het raar te zeggen, de hele tijd te bewijzen aan onszelf dat het leven moeilijk is en vervelend. Ja, maar die diepere laag, ja, dat moet daar zo moeten komen, dus daarom... Misschien lukt dat ook niet in je eentje. Mm-hmm. Dat is geen schande om ergens hulp bij te vragen. Nee, je staat hier ook omdat je iets horen wil. Ja, ik heb al wel wat verschillende dingen geprobeerd en dan merk ik dat het... vaak niet mijn dingetje is als het... Hoor je jezelf? Ja. Ik heb wel wat dingen geprobeerd. Ja. Maar dan is het misschien wel gewoon wel zoeken dat ik iemand vind of iets vind. Of... Als er die wens is om die draai te maken, dan zou ik zeggen inderdaad, kijk door totdat er iets is wat wel klikt. Weet je wel, want anders dan krijgt hij weer gelijk. Het is niks, het wordt nooit wat, niemand kan me toch helpen. En, ja, proberen, ik word al moe als ik eraan denk. Ja, het is wel aan het proberen. Ja. En iemand die riep ooit van, zodra iemand iets gaat proberen, kan die er beter mee ophouden. You do or you don't. Yes. Ik ken deze heel goed, ik was zo. Dat is lastig. Ja, dat is mijn cue natuurlijk. Iets wil mij ergens niet mee weg laten komen. En dan wordt hij weggebrand of zo. Misschien. En misschien is het ook allemaal veel te hard. Ja, dat bedoel ik. Ja, ik hoor mezelf zeggen en denk ja. Dan heb ik de neiging om sterke termen te gebruiken die in de oren van anderen misschien wat heftiger overkomen dan dat ik ze werkelijk bedoel. Mm-hmm. Maar misschien ben ik extra sensitief en voelt het zo groot voor mij dan. Dat zou kunnen. Maar dit is de casus. Ja. Maar wat is er het... Wat zou er zo vreselijk zijn als nu alles gewoon helemaal goed was? Wat raak je dan kwijt? Ja, hou vast, dat zie ik wel. Maar heb je houvast nodig als nu alles helemaal goed is? Het antwoord is natuurlijk nee, maar... Maar toch... Er zit ook een aspect van genot misschien aan, dat speelt er doorheen. Hè? Dat ik mijn speeltje niet wil afgeven, dat ik dat ook kwijtraak. Het zit er wel doorheen. Maar er is ook iets wat het dan niet verdient. Of het is dan niet helemaal zuiver of zo, als het zomaar ineens goed zou zijn. Ja, heel veel mensen die willen wel streven naar geluk, maar niet gelukkig zijn.
Dus er zit een sterke geneigdheid in mensen om onderweg te willen zijn en een weigering om te arriveren. Ja, en als je het hebt, kun je het ook kwijtraken. Of course. Sterker nog, you will, because you're gonna die. Maar je kunt onderweg blijven, until you die, of er zijn. Heel veel mensen hebben ook de neiging van, ze willen werken aan iets, of suggereren dat in ieder geval vrij sterk, maar de meesten willen het niet echt oplossen. De verslaving bijna aan de frictie en het proces is vaak enorm. Ja, de frictie in ieder geval, dat ken ik wel, ja. Want het voordeel van frictie is dat dat het gevoel een ik te zijn activeert. En daar heb ik dus een beetje battle innerlijk of extern bij nodig. En als die helemaal wegvalt, ja, dan heb ik niks meer te doen. Fuck. En eigenlijk pas op dat moment komen we onszelf tegen en we noemen die toestand over het algemeen verveling. Daarom zijn we liever bezig dan aanwezig. En daarom geloof ik dus ook niemand die tegen me zegt, zoals ik ergens opschreef, die beweert ik wil rust of ik wil zijn, meneer. Want er wijst niks op namelijk. Zelfs deze, die ik nogal houd van zijn en het al bijna drie decennia kent en zo, is vrij rusteloos. Stukken minder dan vroeger. Maar dat zit ingebakken in dat aapje. Er is alleen geen weerstand tegen, geen oordeel over enzovoorts. Dus het doet niet ter zake. Maar vroeger was hij ook voor een deel verslaafd aan zijn depressie en zijn problemen en zijn angsten en zo. Dus één deel of een bepaalde lagen die wilde proberen daar doorheen te breken en vrij te worden, let's say. Niet eens gelukkig worden, maar vrij daarvan. Weet je wel, een ander deel vasthouden. Want, en daar komt die quote ook van me vandaan, wie ben ik zonder mijn problemen? I need problems to be a me. Ik hoor dat je zeggen. En dan komt er hier op, omdat ik een rare geest heb. Als iemand het dus prettig vindt om in ieder geval nog een deel frictie over te houden en een deel lijden in stand te houden, waarom is die daar dan niet gelukkig mee? Want dat is wat je wil. Ja, op een bepaald niveau is dat zo. Ja. Maar dat kan dus ook de uitweg zijn, bedoel ik. Het is half een grap. Als ik inzie dat een aantal lagen van me die willen gewoon vrij zijn en aanwezig. Goed. Ja. En dat lukt regelmatig en er is helderheid ontstaan op tal van terreinen. Maar hier en daar wil ik gewoon een paar van die voetklemmen laten liggen, zodat ik er af en toe in kan trappen, to suffer. Want dan heb ik het hele pakketje gewoon lekker bij elkaar. Wees dan blij daarmee en zit er niet aan te prutsen. Laat ze lekker liggen. Be happy with your misery. Laat ze lekker door dat dorp struinen. Yep. Ja, want dat is blijkbaar wat het systeem, dus de totality van het systeem wil. Het moet, en dat is bij de meeste mensen zo, regelmatig gewoon best lekker gaan en dan moet er wat zijn. Want dan kunnen we ergens over mekkeren, ergens over klagen, ergens kwaad op worden. Of, dat vinden we leuk. Ja, en wat about verzetten tegen de werkelijkheid zelf dan, als je dat zo kunt uitdrukken? Hè? Nee, ik wil niet. Ja, daar zijn we goed in, hè? Weerstand bieden tegen wat is. Ja, die ene die bedoelt het goed en die is een eind op weg. En die andere die zegt het.
Misschien gewoon naar kijken dan. Sowieso. En dus niet per se wegbranden, want inderdaad, dat is te agressief. Maar gewoon er naar kijken. En als me nu duidelijk wordt dat er in een laag in mijn systeem gewoon een gehechtheid is aan pijn en lijden en frictie. Weet je wel? En die laag die wil dat gewoon. Nou en? We zitten hier ook nog, ik word dus vaker gezegd, allemaal van die resten van vroeger in. 'S Ochtends bijvoorbeeld, dan loop ik een beetje rond, nu zeker te strompelen, maar dat was vroeger ook al zo, een beetje zoals een halve zombie uit bed. En dan is er altijd een soort, niet altijd, meestal een soort startspanning. Zit gewoon in het systeem, waarschijnlijk een rest van dit of dat. But I don't give a fuck. Dus ik sta gewoon een beetje in de tuin te kijken, kopje koffie erbij, een sigaretje. Weet je wel, nou, na een minuut of 5 of 10 is dat gewoon weg. Ik let er niet eens echt op, ik let meer op de vogeltjes of whatever. Vind ik leuker dan om naar mezelf te kijken. Dan heb je die spanning weer, ja, fascinerend. Weet je wel, ja, dan daarna is het over en dan ga ik gewoon doen wat ik doe. Wat het dan ook is. Ik kan er een drama van maken natuurlijk, maar daar, ja, daar ben ik te lui voor, denk ik. Ja, ik merk wel dat hij aan kracht inboet als hij in het licht komt. Sure. Zoals nu en mijn eigen licht dan. Mm-hmm. We zullen zien. Ja, dat is interessant. Er zijn er al een paar verschrompeld. Ja. Bijna zou missen. Bijna. Ja, en soms kan het ook letterlijk gebeuren dat er iets uit je systeem gaat, waarbij je op het moment dat je voelt dat het je systeem verlaat, dat er inderdaad bijna een rouwachtig iets opkomt. Want je weet dat het goed is dat het uit je systeem gaat, maar hé, hij was er een paar decennia wel bij. Dat was ook een deel van mij. Weet je wel, het is een soort afscheid. We hebben het ook leuk gehad samen. Ja, ja, want het creëerde ook fun. Ja. Want er zit nogmaals ook fun in frictie. En even je wil kunnen gebruiken en zo. Vinden we ook lekker. Ja. Daarom zijn we ook allemaal ergens wel dol op die vervelende vader van ons. We moeten hem niet te vaak zien, maar je kan af en toe even lekker je kapot ergeren en zo. Ja, ik heb dan niet, want mijn is lang dood. Geen last van. Thanks. De woorden over dit thema, dus daar ga ik maar staan. Over gelukkig zijn en dat bij mij daar heel erg op zat, schuld, onschuld. En dat de neiging, denk ik ook vanuit de familie, maak je vooral niet schuldig, blijf met z'n allen binnenboord. En, oh, ja. Ik mag niet gelukkig zijn voordat de rest, nou ja, ook adem kan halen en zo. Totdat ik tot het besef kwam, oh ja, ik mag mij gewoon schuldig maken, voor zover je kan spreken over schuld en onschuld natuurlijk. Maar ik mag dat stuk gewoon innemen en ik mag gewoon gelukkig zijn en zijn en ook als een ander dat dus niet is. Ja. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid en ik mag daar ook ruimte in innemen en grenzen aangeven of nou ja, mijn eigen stuk daarin naar voren brengen. Dus dat voelde zo, dat ik nog even te aangeven hoe het hier beleefd wordt. Het zou inderdaad heel treurig worden als we allemaal op de anderen gaan zitten wachten. Ja, precies. Ja, maar dat besef, hè, dat als dat zo de imprint is vanuit, nou ja, familie en met z'n allen lekker een potje gelukkig zitten zijn. Dat is ook zoiets, hè, van we kunnen best meevoelen met iemand die het moeilijk heeft, ja. Maar daarmee hoef ik niet meteen ongelukkig te worden. Nee, precies. Wat heeft die ander aan mijn ongeluk trouwens? Ja. Wordt hij daar beter van? Ja. Ik denk het niet. Nee. Dus mijn moeder ook heel goed in zorgen maken. Dan zeg ik ook altijd, dat heeft echt het meest nieuws. Ik hoorde in een film mijn moeder zeggen, that's a mother's job. Ja. Ik denk, nou, dat is mooi kloten. De helft van de wereldbevolking die heeft het slecht getroffen. Ja. Als dat de taak is, fucking hell. Ja. En dan moet je dan nog waardering voor hebben ook. Iemand zit zich de hele tijd zorgen over jou te maken. Goed, dank je. Ze gaan er ook daarmee van uit, namelijk, ongezegd, dat je een minkukel bent waar ze de hele tijd zorgen over moeten maken. Maar die hadden ze niet door. Goed. Dan was ik wel een minkukel, maar dat is een ander verhaal.
Mijn moeder die zei vaker dat ze gelukkig was als haar kinderen gelukkig waren. Dat heb ik haar een beetje uitgelegd en ik denk dat ze heel wel gelukkig was geweest toen ik dat niet was. Dus. Systeem dat me herhalen. In die loop zit ik dan. Net of ik, als ik me tegen verzet, dat ik het dan wel krijg. Ja, maar dat werkt niet, hè? Nee, dat werkt niet, maar toch ik ben er niet zo ver gekomen om dat zeg maar los te laten. Een ander dingetje daarbij, van soms lukt het gewoon niet in één keer om iets volledig te ervaren. En dan is het handiger om gewoon een aantal keren ernaar terug te keren. Dus we kunnen onszelf ook overvragen van ik moet dit, hè, dus als we begrepen hebben dat als ik iets volledig ervaar, dan heeft het de neiging op te lossen. Ja, dat is zo, maar soms lukt het niet in één keer. Dus kunnen we onszelf de gelegenheid geven het een aantal keer te ervaren, zoals je een grote taart ook niet in één keer opkrijgt. Dus, ja, en verder, van aansluitend waar we het net al over hadden, wij zijn rare beesten en we zoeken vaak het bekende, zelfs als het pijnlijk is. Dus dan weet ons systeem als het ware van oké, tot zover kan ik het voelen, maar als ik het verder ga voelen of aankijken, dan gaat het veranderen en dan moet ik het niet hebben. Want anders kan ik de herhaling patroon niet handhaven. Net of ik dat in de stand wil houden. Yes. Daarin wil blijven, maar eigenlijk ook niet, maar eigenlijk ook weer wel. Ja, Alain de Botton noemt dat searching for a familiar kind of pain. We zijn op zoek naar een bekende vorm van pijn. We're weird. Maar dat is... Dan ben ik gewoon bezig en sta ik op. Dan denk ik daar weer aan en denk ik, shit, dat heb ik niet. En dan moet ik weer in die herhaling tot ik weer helemaal erin zit. Hmm. Dus ook daarmee, met zoiets, zouden we kunnen spelen. Dus stel dat ik zoiets bij mezelf zou constateren, dan zou ik waarschijnlijk heel erg de neiging hebben om 10 keer per dag daarover te beginnen. In mezelf dan en niet tegen anderen. Gewoon. Net zo overvoeren daarmee, met dat drama, dat ik er echt helemaal kotsmisselijk van ben en laat maar zitten. Want zo kunnen we allerlei dingen verzinnen natuurlijk. Ja. Ja, het is volgens mij wel iets om mij, zeg maar, in een bepaald drama te gaan. Ja, exactly. En als we daar goed naar kijken, of we gaan eens kijken door ons leven heen, dat begon mij op een gegeven moment op te vallen, zeker ook bijvoorbeeld in een relationele zin. Van dan zat hij hierover te mekkeren bij A. En dan zat hij daar ook weer over te mekkeren bij B. En bij C zat hij er ook over te mekkeren. Ik doe dit de hele tijd. Het heeft helemaal niks met die anderen te maken. Repeat, 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 repeat. Dezelfde klachten, hetzelfde gezeik. En is het dit niet, dan kunnen we ook weer iets anders pakken. Maar dit is nu gewoon actueel, dus dat is ook... Ja, begrijp ik. Maar het is soms leuk om te kijken, bedoel ik, vanaf een afstandje van, oh ja, nu gebruiken ze dit om een sfeer te creëren. En 5 jaar geleden was het iets anders. 10 jaar geleden was het weer iets anders. Oké, het gaat dus helemaal niet over het onderwerp. Het gaat over de gewenste sfeer. De gewenste lading van het drama. Inderdaad, een patroon wat niet yes. Hier op gericht is om... Nee, het gaat nooit over het onderwerp. Er wordt gewoon een aanleiding gezocht, dus een verhaal gecreëerd om een bepaalde stemming te herhalen. En alles is goed genoeg.
Daar kan iets door gebeuren op het moment dat we dat dus doorhebben. Wow. In feite zit ik gewoon met een mes in mijn been te steken, omdat ik dat gevoel prettig vind op een of andere manier. Op het moment dat je dat echt ziet, wordt het heel raar en heb je de kans dat dat stopt. Onmiddellijk of gaandeweg. Maar het moet eerst gewoon goed gezien worden. Nee, maar nu jij dit zegt, wat ik zeg, dan ben ik gewoon bezig. En in één keer, inderdaad, dan denk ik aan, maar is het toch niet, dan ga ik het zelf in mezelf herhalen. En dan ga ik dingen opzoeken om die pijn dus weer te creëren. Ja, het is gewoon een recreëren. En je kunt dan ook zien van dat het kan komen, gewoon de gedachte die komt als lokkertje. En dat ik me dan toesta om daar energie in te stoppen. Want het hoeft niet. Iets kan namelijk ook opkomen en verdwijnen. Maar ik kan hem ook pakken. En dan die ballon weer opblazen. Ah, gelukkig, ik ben weer miserabel. Nee, maar dan voel ik me gewoon. Ik ben zielig. Nou, dan heb ik het weer. Maar terwijl de eerste gevoel in de eerste instantie niet was. Ja, precies. Nou, sterker nog, dan was een modus van dat eigenlijk de boel op orde was. En dat mag dus niet. Dus dat mag maar zo lang duren en daarna moet er weer lijden zijn. Nou, als ik daaraan toegeef, dan lukt dat ook. Maar dat hoeft niet. Maar dan gaat het even een paar weken weer lekker. Ik ga het steeds beter en dan wanneer het was echt. Daarom zei ik al, van we houden van frictie. En we houden van spanningswisselingen. Dus iets mag een tijdje gewoon goed gaan, maar niet te lang. Mensen kunnen ook soms, dan zijn ze dingen aan het doen en dan zijn ze even, hè, dan hebben ze gemediteerd of whatever. En dan komen ze even een beetje in de natural state en dan een half uurtje is dat heerlijk. En dan daarna beginnen ze rusteloos te worden en dan gaan ze ruzie zoeken of iets doen. Het moet niet te lang duren. Daarom zeggen ze wel eens, hè, alles met mate, dus ook met geluk. Je moet dat nauwkeurig doseren, niet overdrijven. Ik dacht, ik let er niks aan doen. Spanning, het was te relaxed. Toen zat ik weer dingen te zoeken. En dat is weer gelukt. Het lukt altijd. Ja. Dat is een vaardigheid. Dankjewel. Hey. Jij hebt mij 2 jaar terug zelfs weggestuurd met de opdracht. Ga jij maar eens even helemaal in die paniek en ellende zitten. En, hoe was dat? Ja, dat was tof. Dat leverde een paar mooie paniekaanvallen op. Maar daar ben ik gewoon steeds bij gebleven. Zonder wel het verhaal te ervaren. Oh ja, dit is het verhaal. Oh ja, dit is de gedachte. Oké, dit is het verhaal. Maar wat zit er nou helemaal onder? Nou, niet alleen durven zijn. Oké. En daaronder zit gewoon een gevoel. Waar zit dat dan? Nou, dat heeft zo'n tijdje geduurd, dat steeds weer terugkwam. En op een gegeven moment was het weg. Cool. Oké, cool. En je hebt mij toen ook weggestuurd met de opdracht. En soms is het genoeg voor het systeem. Ja. Ja, en dat merkte ik toen wel van, oké, het is nu, of het was gewoon weg. Dus het was niet besloten dat het genoeg was, maar het was gewoon weg. Tot een half jaar terug, daar was het weer. Mm-hmm. Oké, blijkbaar zit er dus ergens nog iets om aan te kijken of te onderzoeken. Maar eigenlijk wat ik toen steeds deed was bij dat gevoel blijven. Geen verhaal erop plakken. Of ik wist weer wat het verhaal was, maar gewoon bij het gevoel blijven. En steeds denken, oké, handen hier vanaf. Handen hier vanaf. Terwijl er van alles wilde. Tuurlijk, ingrijpen. Ja. Ingrijpen, er moesten dingen gedaan worden en een verhaal. Schuld die en schuld, en vooral heel schuld hier. En, maar handen vanaf. Dat heeft zo'n paar maanden geduurd en toen was het helemaal weg. Cool. En nu denk ik, ja, als het weer komt, ik zie het wel, of het weer komt. En dan weet je ook wat te doen dus blijkbaar. Ja, precies. Ja. Zitten en wachten. Nou, niet wachten, gewoon zitten. Mm-hmm. En ervaren. Dus ik zeg niet dat er nooit meer weerstand of paniek is. Maar als die komt, dan denk ik, dan wordt er gewoon gedacht, ja, er is steeds een soort gevoel aan de achterkant. Het gaat wel weer weg. En grap is ook dat er zijn ook geen problemen. Terwijl er genoeg gebeurt,
Maar het wordt niet meer als een probleem ervaren. Yes. Je denkt, ja. Ja, dan gaan mensen dood, ja. Ja, dat doe ja, heel dichtbij, hey, ja. Ja, oké. Okay. Dat is gewoon niet erg. Dat is heel cru. No. Of zo, maar ik keek ernaar en dacht, ja. En het was ook voor het eerst dat je dan je kinderen hebt die dan dat meemaken. En mijn oudste die zei gewoon, hé, hey, dit is het gevoel als er iemand doodgaat. Ik zeg, ja, want ik zei, papa is dood. Ik voelde eigenlijk heel gewoon, ja, want ik leef nog. Wauw. Dacht ik, wauw, wat is dit? Dit is gewoon super cool om te zien. En later ging hij af en toe huilen. Toen zei die mama, volgens mij moet ik nu alleen maar huilen omdat jij huilt. Of omdat oma huilt. Ik zei, ja, nou goed schat. Maar dat was zo cool. Mm. Ja, dat, ja. Dus verder heb ik eigenlijk niet zoveel, maar maar dit... Van de twee koele optochten die het en, meegaan. Nou ja, hoe het opgepakt is, want ik kan zeggen wat ik wil. Ja, maar er was geen mogelijkheid om het niet te doen. Zeker een half jaar terug, toen was het zo heftig, kwam het weer terug. Dat ik dacht, ja meneer, dit moet nu gedaan worden. Dat is dus, alles ging opzij. Ja oké, ging wel gewoon werken. Maar dan zat ik af en toe in de coulissen en dan was ik helemaal... God. En dan ging ik weer op en dan ging ik gewoon spelen. En dan ging ik weer af en dan in de auto. En steeds maar ervaren en voelen. En dus alles ging gewoon door ook. Moeder zei, ging ook gewoon door. Ging makkelijk. Terwijl ik daarvoor altijd iedereen had zo... Oh, ik ben helemaal op drama en ik kan dit niet meer aan. Nou ja, zo toen bij jou kwam, ik trek het niet meer. Ja. Nou ja, ging eigenlijk best wel goed. Dus er was geen... optie om het niet te doen. Want anders dan wist ik, dan gaat dit nog een keer. En nog een keer terugkomen. Ja, weet ik nu even helemaal doorheen. Precies, we pakken het soms pas aan als we echt zoiets hebben van, ja, maar ik noem dat met de rug tegen de muur. Nou, maar het is dat net. En als we denken dat we er nog mee wegkomen, dan hebben we de neiging dat te proberen. Even niet kijken. Maar ik zat letterlijk met mijn rug tegen de muur de eerste keer. Ja, dank je wel daarvoor, voor die twee opmerkingen. Dankjewel. Thanks. Soms luistert er iemand. Ik heb er genoeg van. Ik ga naar huis. Dankjewel.